Wat doen we met de mensen die zich toch wel heel erg achtergelaten voelen? 2 weken geleden had ik het bijzondere genoegen een voordracht bij te wonen over het klimaat. De spreker had het erover dat het probleem zo groot en alomvattend is dat mensen zoals u en ik onmogelijk het grote verschil kunnen maken. Als wij al iets nuttigs willen doen, dan was het goed om geld te geven aan fondsen voor innovatief onderzoek. Hij moedigde dat aan. Maar wie iets zo groots en alomvattends als de klimaatcrisis doeltreffend wil aanpakken, die moet niet afkomen met individuele gedragswijzigingetjes. Niet vliegen, wel fietsen, geen vlees eten, dat stond misschien mooi in ons deugddagboek en we konden er ons ego mee strelen door te denken dat we nu beter zijn dan al die vliegende, vleesetende en autorijdende anderen. Maar het klimaat, dat schiet daar niets mee op. Er waren zelfs professoren die daar zo over dachten. Het had geen zin de klimaatcrisis tegen te gaan met maatregelen die de zo spectaculair opgebouwde welvaart zouden afbreken. Trouwens, hoe hooghartig was het te spreken over een krimp van de economie als in andere landen mensen niet eens een spaarlamp hebben? Nee. Als wij de klimaatcrisis ernstig nemen, dan zetten wij volop in op oplossingen die wel werken. Want dat hebben ze al bewezen. Kernenergie. Intensieve landbouw. CCS. Dat komt dus neer op het weer uit de lucht zuigen van wat we erin geloosd hebben. Prima. En in het ergste geval, maar hij hoopte ook dat het niet zo ver zou komen, geoengineering. Waarbij we dan 12 vliegtuigen, meer is niet nodig, 12, permanent in de lucht laten vliegen om zwaveldeeltjes te verspreiden en dit tot het einde der tijden. En dat laatste is letterlijk te nemen. Zijn boodschap had evengoed kunnen luiden: laat ons heerlijk verder doen zoals wij bezig zijn. De wereld gaat vooruit. Hij had daar ook allerlei cijfers bij die dat moesten aantonen. En wie dat niet zag, die was een doemdenker. Nu, iemand in het publiek wees hem er wel op dat er dus ook andere cijfers zijn die hij niet toonde. Ineenstorting van de biodiversiteit, insectensterfte, toename van obesitas, toename van depressie, burn-out. Tja, haalde hij de schouders op. Wat ik net zei, doemdenker. Het systeem is goed. Ja, sorry, even. We moeten het gewoon wat verbeteren. Efficiëntie opkrikken. Ontkoppeling nastreven. Ontkoppeling is een heel belangrijk woord. En dat is een beetje wat wij dus al jaren doen met de uitstoot van auto's. Ja, ik zou heel graag even met jullie allemaal een omweg maken naar het autosalon. Want dat is nog niet zo lang geleden, sloot dat de deuren. En je weet dat er auto's getoond worden op de heizel als de files langer zijn dan normaal op een zonnige dag. Mensen schuiven aan in hun auto's om aan te schuiven voor een parkeerplaats, om aan te schuiven rond de nieuwste modellen in Autoland. De heizel is perfect bereikbaar met het openbaar vervoer. Er is een metrohalte, er is een bushalte, er is een tramhalte. Het is een mobipunt avant la lettre. Toch komt het gros van de bezoekers met de auto. En sommigen beweren dat het voldoende is om mensen te verleiden. Ja, als er alternatieven zijn, dan hebben zij de vrije keuze en dan zullen zij rationeel en kostenefficiënt, als wij met z'n allen zijn, helemaal vanzelf kiezen voor wat het beste is, voor onszelf en misschien wel voor de samenleving. De lange files van en naar het autosalon bewijzen dat er toch iets meer nodig is dan dat. Wij zijn niet alleen rationele mensen die reageren op economische prikkels. Wij zijn sociale wezens. Wij zijn gewoontedieren.
En we kunnen ons ook wel aanpassen. Dat kan je allemaal vaststellen op zo'n autosalon. Nu, die standhouders van dat salon die waren blij. Ja, ja, opgelucht over de opkomst. Want de sector had vooraf laten weten dat ze een beetje bevreesd was. Het imago van de auto lag langs alle kanten onder vuur. En hij mocht dan wel ons verlangen naar persoonlijke vrijheid vervullen. Tijdens dat vervullen stootte hij behoorlijk wat fijnstof, CO2 en NOx uit. En natuurlijk keurde de sector dat ook niet goed. Maar ja, iedereen elektrisch. Dat was toch ook niet ideaal? Die batterijen, die stroom, allemaal proper is dat ook niet, hè? Het was het schoolvoorbeeld van de ecologische padstelling. En misschien ook van de verkeerde vraagstelling. Maar er was een pintere journalist van de openbare omroep die de twijfel voor eens en voor altijd zou wegnemen. Hij boekte een testrit met een elektrische wagen, een diesel, een benzinewagen en een hybride. Wat is de properste wagen? Kondigde hij zijn verder niet-representatieve experiment aan. Geen wagen, schreef ik op Twitter. De properste wagen is geen wagen. Oeh, mijn tijdlijn schreeuwde en tierde het uit zoals, excuseer, enkel blanke mannen van middelbare leeftijd dat kunnen als ze zich onrechtvaardig behandeld voelen. Het gebeurt wel vaker de laatste tijd. Wij mogen niets meer, antwoordde een bekend liberaal politicus met een Q. Ze pakken ons alles af, jammerde een andere liberaal die het volk vertegenwoordigt in het Vlaams parlement. Altijd maar verbieden, verbieden, verbieden. Jij maakt de economie kapot. Die laatste, dat vond ik de interessantste. Ik zeg, hoe? Door geen wagen te kopen, zou ik de economie vernietigen. Ah ja, legde het heerschap uit. Duidelijk blij met zijn publiek. Als wij geen auto's kopen, ze enkel delen, ja, dan valt die productie stil. Ja? En dan moeten die fabrieken dicht. En dan stort die economie in elkaar, schiet de werkloosheid de hoogte in. En we weten wat er dan gebeurt. Gele vestjes overal. Er is dus maar één soort economie mogelijk en dat is de economie zoals ze is. We kunnen ons makkelijker inbeelden dat de wereld in elkaar stort, dat er een derde wereldoorlog uitbreekt, maar niet dat de wereld verder zou kunnen zonder materiële groei. Het is onmogelijk. Ik dacht, over doemdenken gesproken. Even later las ik een tekst van klimaatactiviste en academica Isabelle Letellier, iemand om te volgen. En ze ontleedde de schijnbare tegenstelling tussen individuele acties en systeemverandering. Beide zijn nodig, argumenteerde ze. En ik citeer haar even in het Engels. Refusing consumption modes you are expected to embrace is refusing the system. Refusing is an everyday vote against the system. And this everyday activism is good and necessary. Niet voldoende, maar good and necessary. En het is ook niet eenvoudig. Ik had normaal een foto die ik wilde tonen, maar ik weet niet of dat gaat lukken. Ik zal hem beschrijven. Het is ook niet eenvoudig. Probeer het maar eens. En nu zou er een foto komen van een boek. En dat boek is De weg naar het plasticvrije leven, hey, willen we allemaal, in plastic verpakt. Ja. Plasticvrij kopen in een wereld vol plastic is niet eenvoudig. Maar er bestaat zoiets als de olievlek. Olijfolievlek, hè. Wij zijn sociale wezens.
Wat wij doen beïnvloedt anderen. Be loud about it, about your refusal, zegt Letelier ook. En niet vanuit een soort valse verwachting dat wij kunnen stemmen met ons kastticket. Dat is misschien het grootste en kwalijkste misverstand rond kleine acties, dat het bedrijven zou aanzetten vanuit een omgekeerde triple down om dan duurzaam te worden. Laat je niets wijsmaken. Als consument zal je het productieproces niet veranderen. Dat kan enkel een wetgever. Maar het is wel een manier om houvast te krijgen op een contradictorische werkelijkheid waarbij boeken over plasticvrij leven in plastic verpakt worden. De folie eraf scheuren. Het werkt bevrijdend. Want als de verandering te complex is om voor te stellen, dan houden wij vast aan het bekende en het vertrouwde. Ook al weten we dat wat we normaal vinden eigenlijk dysfunctioneel is. Maar waarom zouden wij aanvaarden dat een economie nu eenmaal natuurlijke schoonheid moet vernietigen om te werken? Dat vervuiling er nu eenmaal bij hoort en dat we het in het beste geval kunnen verminderen, of nog beter, dat die vervuiling Kuznetskurve gewijs, ik moet dat maar opzoeken, Kuznetskurve, vanzelf oplost door te verhuizen naar streken met minder regels, waardoor het eigenlijk niet meer ons probleem is. Is het niet beter een economisch model te wijzigen en te kiezen voor een model dat welzijn voor iedereen verzoent met herstelt van wat verloren ging. Is dat niet de definitie van vooruitgang in plaats van krampachtig het oppoetsen van het bekende en het bijna ritueel herhalen van economische geloofsovertuigingen? Nu, ik vermoed dat in deze zaal iedereen volmondig ja zal knikken. Ja, 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 ja. Wat doet u anders op een feestcongres van Oikos? Maar, en nu moet ik toch een steen in de kikkerpoel werpen. Als ik deze zaal inkijk, ik zie niets. Ik zie gewoon zwart. Ik zie weinig zwart, om eerlijk te zijn. Want ik zie ook wie er niet is. En dat is volgens mij de grootste uitdaging waar we voor staan, en het is al aangehaald. Hoe bereik je met dit verhaal over het goede leven mensen voor wie het leven een permanent gevecht is met onbetaalde rekeningen, schommelende energiefacturen, tochtige ramen en goedkoop voedsel waarvan ze ook wel weten dat er een onzichtbaar prijskaartje aan vasthangt? Er is een nieuw verbond nodig. Het verbond met iedereen die zelfs niet in het bootje zit, maar zich aan de rand vastklampt. Boodschappen als niet vliegen, geen vlees eten, delen in plaats van hebben, die blijven boven je hoofd zweven als het leven een strijd is. Het is makkelijk minderen als je ervoor kiest. En het is vreselijk om te minderen als het bij gebrek aan keuze is. We zeggen graag en vaak dat mensen in armoede, de zwakker in de samenleving, de eerste slachtoffers zullen zijn van de klimaatverandering. Het is de kern van klimaatonrechtvaardigheid. Wie het minst heeft bijgedragen aan het probleem, wordt het hardst geconfronteerd met de gevolgen. Dat is eigenlijk de vraag die ik hier wil voorleggen. Het is niet vanzelfsprekend om dingen als autodelen, repaircafés, energiecoöperaties voor te stellen als alternatieven, als goede, werkbare alternatieven. En hoe maak je mensen die het economisch moeilijk hebben warm voor een andere economie waar ze op termijn echt wel de vruchten van zullen plukken? Hoe leg je het verhaal verstaanbaar uit? En hoe zorg je ervoor dat men er enthousiast van wordt? En ik wil eindigen, want ik ben al veel te lang bezig, ik weet het, sorry. Eigenlijk wel, ja. Maar ik wil toch eindigen met een boekje aan te bevelen dat ik gisteravond las van Dirk van Duppen. Zo verliep de tijd die mij toegemeten is. Het is prachtig. En hij vertelt op een bepaald moment, en hier stop ik echt mee, hij is in het vluchtelingenkamp van Sabra en Shatila in Beirut. En hij vraagt aan Ali Abu Tok hoe die man het volhoudt. En die man vertelt het verhaal
van de sinaasappelboom. Het duurt 7 jaar voordat hij vruchten draagt. En als je dat weet, dan heb je het geduld om te wachten. En als je dat niet weet, dan wind je je op en ben je gefrustreerd. En het betekent dat als je overtuigd bent van je uiteindelijke overwinning en er rekening mee houdt, dat je de dag van die overwinning misschien niet meer meemaakt, dat je kan volhouden. Dank je wel, Tine Hans. Ik ben het dus eigenlijk helemaal eens. Hè. Dan wordt het dan moeilijk om daar iets aan toe te voegen. Maar toch even, heel kort aanvullend. Dus de opmerking dat we het alleen maar zullen oplossen door toekomstige innovatieve technologie. Ja, dat is niet juist in die zin dat we die technologie al hebben. Er zijn toch een aantal, niet van de minste, die dat naar voren geschoven hebben. De vraag is waarom we ze niet toepassen. En die vraag blijft eigenlijk door geen hele debat schemeren. Hè. We weten wat er verkeerd loopt, we hebben de middelen, we hebben de... En het gebeurt niet. Dus we moeten niet wachten, we hebben die technologie, maar waarom passen we ze niet toe? Dan over naar uw Twitter-account en naar de reacties daarop. Ja, daar zie je het eigenlijk... Weer het fenomeen van de macht spelen. Hè. We krijgen meer en meer... Ik bedoel, die eerste opmerkingen van die man waar je naar geluisterd, of die had zo'n man geweest zijn, naar wie dat je ging luisteren. Het waren voornamelijk mannen. Dat is een illustratie van fake science. Wat politici naar voren schuiven, is ofwel, om ook een nieuw modewoord te gebruiken, alternative facts, ofwel, al even erg, eigenlijk dezelfde... mislukkende oplossing blijven herhalen voor een probleem in de hoop dat het ooit wel een keer zal lukken en het daardoor eigenlijk alleen maar erger maken. Hè. Nu, het meest cruciale probleem voor mij is hoe bereiken we inderdaad die grote meerderheid die op dit ogenblik eerder voor een Trump stemt of bij ons eerder de proteststemmen naar voren schuift. Hè. En dat is natuurlijk geen toeval. Daar zijn minstens 2 verklaringen voor. Ze worden, of wij worden, niet ze, wij worden massaal misleid. Een aantal onder ons hebben het voordeel van hoog opgeleid te zijn en daar doorheen te kijken. Maar heel veel mensen laten zich misleiden. En dan een heel grote groep mensen weet dat ze eigenlijk het gelag betalen. Hebben dus door dat ze en misleid worden en misbruikt worden. En die gaan dan extreem gaan stemmen. En wat is dan de reactie van de politiek? Nou, de democratie werkt niet meer. En dan gaan we regelrecht naar iets anders dan een democratie. Hè? En dit is ook al volop bezig. Dus ik denk dat we ons daar moeten van bewust zijn. We hebben niet alleen een ecologisch probleem. We hebben een heel groot politiek probleem. En niet alleen in België. Ik ga daar stoppen. Okay.